1 op de 3 mensen krijgt in zijn leven te maken met kanker. Langzamerhand kunnen we dat steeds meer voorkomen. En een van de belangrijkste manieren om dat aan te pakken is om in een heel vroeg stadium te detecteren of je de eerste verschijnselen van kanker hebt. En daarvoor proberen wij sensoren te ontwikkelen, systemen te ontwikkelen die dat kunnen. We moeten er eerder bij zijn. Ik ben Albert van den Berg. Ik werk bij de Universiteit Twente op het gebied van lab-on-chip onderzoek. Wat wij proberen te doen is een pil te realiseren waarin een heel microsysteem zit eigenlijk. Een klein laboratorium zit daarin. Je slikt hem in, die pil. Die pil detecteert zelf of hij in de darm gekomen is. En als hij eenmaal in de darm is, dan zit er een minuscuul klein pompje in die een heel klein beetje darmvloeistof door die pil heen pompt. In een heel vroeg stadium van darmkanker zijn er toch al signalen, zijn er toch al biomarkers, zoals dat heet, in de darmen aanwezig, die een indicatie zijn dat er op termijn iets mis kan gaan. Nou, die signaleren wij in die pil. Dat signaal wordt in die pil verwerkt en kan eventueel naar buiten gestuurd worden, opgevangen worden met een cellfoon en zelfs direct naar de dokter gestuurd worden. En op die manier heb je een soort screening die in een heel vroeg stadium, ver voordat de ziekte zich openbaart, het mogelijk maakt om met een hele minimale ingreep de ziekte op te lossen. Op een gegeven moment konden we het DNA inderdaad detecteren, hè, met die draadjes, die nanodraadjes die in die pil zitten. De concentratie was nog niet hoog genoeg, maar toch op het moment dat je het inderdaad kunt meten, wat je gedachte de hele tijd, dat het inderdaad ook in principe lukt, dat geeft een enorme boost. En dan wil je eigenlijk wel met 3-4 man tegelijk erop gaan werken. En ja, daar is dan weer helaas weer geld voor nodig. En ja, dat zou het onderzoek enorm versnellen. Maar als we extra middelen zouden hebben, dan zouden wij bijvoorbeeld hier in het lab nog een paar extra mensen bij kunnen zetten om het onderzoek naar die pil en de detectoren die erin zitten te versnellen. Dus dat zou een enorme versnelling opleveren in de tijd, waardoor we in plaats van over 5 of 6 jaar pas wat resultaat hebben, over 2 jaar al resultaat hebben. We gaan er straks mee dood en niet aan dood. De pil die wij ontwikkelen, die maakt het mogelijk om de ziekte niet meer dodelijk te laten zijn, maar een ziekte te laten zijn waarmee je kunt omgaan, waarmee je kunt leven.